zijn hier bij de Corner Holland en we maken 3 keer raden petflessen. Dat doen we voor de internationale markt. En doordat we de laatste jaren zo enorm gegroeid zijn en doordat je voor petflessenproductie heel veel energie verbruikt, verbruiken wij inmiddels bijna 5 miljoen kilowattuur per jaar. Het grootste gedeelte van het energieverbruik zit hem in het verwarmen van het kunststof om het te kunnen opblazen tot fles. Daarnaast moet je het eigenlijk direct weer heel snel terugkoelen om ervoor te zorgen dat hij niet zijn vorm weer terugneemt. We hebben een aantal erkende energiebesparende maatregelen genomen, waaronder het gebruik van koude lucht van buiten voor de koeling en het gebruik van koude lucht voor in de compressorruimte om het comprimeren makkelijk te maken. En daarnaast hebben wij een zonnedak neergelegd van 3200 panelen waarmee we ongeveer 20% van onze energie kunnen opwekken. Dit is niet een van de erkende maatregelen die in de lijst staat. Die is meer gebaseerd op het besparen van energie en niet zozeer op het duurzaam opwekken van energie. De energieke regio heeft ons geholpen met het subsidietraject, met het offertetraject en met de beoordeling van hoeveel panelen er nodig zijn voor dit totale dak. Er is een informatieplicht om aan te geven aan welke erkende energiebesparende maatregelen je hebt voldaan. Die lijst hebben wij inmiddels doorgelopen en aangegeven welke van onze toepassingen waren en wat we daaraan gedaan hebben. Ja, je kunt die erkende maatregelen natuurlijk zien als een verplichting. Maar als bedrijf zijnde wil je natuurlijk altijd zo efficiënt mogelijk omgaan met je energie. Dus het is altijd zinvol om die lijst te bekijken en te kijken waar kan er voor mij een besparing in zitten.